Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 4 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. 4 oktober betekent natuurlijk Dierendag. Ik ben er altijd wel heel eerlijk in. Ik vind het stempeltje zelf altijd een klein beetje overdreven. Het is leuk om je dier wat extra te verwennen in de vorm van misschien een speelgoedje of iets extra lekkers. Maar ik ben er ook wel altijd heel eerlijk in dat als je bewust voor huisdieren kiest, je altijd goed voor je dieren bent. Tenminste, dat is mijn insteek. Ik zorg altijd dat ze goed te eten, goed te drinken hebben. En af en toe krijgen ze een snoepje. Ik ga ze wel wat lekkers geven straks. Omdat het Dierendag is. Maar het stempeltje vind ik altijd een beetje overtrokken dus. Maar ja, goed. Omdat ik gewoon vind dat je altijd goed voor je dieren moet zijn als je dieren hebt. Ik heb gisteren gekeken naar 4 handen op 1 buik. En ik moet zeggen, ik heb er een beetje met open mond naar zitten kijken. Het was een meisje van 18. Ze had wel een beetje een problematische jeugd gehad, wat ik zo begreep uit de verhalen. Ook wel pleeggezinnen gehad. Ze woont inmiddels weer bij haar moeder met haar stiefvader en er woonde nog een vriend bij. De vader van het kindje, daar had ze nog wel contact mee, was niet echt, ja, die zag je verder ook niet. En uiteindelijk bleek ook dat die hele relatie over was. Die kreeg uiteindelijk een bezoeksregeling. Ze kreeg als bekende moeder Nienke Plas. Was een meisje die rookte ook tijdens haar zwangerschap. En op een gegeven moment vraagt Nienke ook aan haar van ja, wil je daar nog wat mee? Ja, ze wilde eigenlijk gestopt zijn als ze bevallen was. Maar ze ging daar nu niet meer aan beginnen, want ze had nog 4 weken. Ze was al wel minder gaan roken. Maar ze ging niet in die 4 weken ook nog energie steken in het stoppen met roken. Omdat dan de baby al geboren zou zijn. En volgens haar was alles goed met de baby. Die had er geen lijden onder. Nou ja, dan zegt ze op een gegeven moment, ja, ik heb nu bij het ziekenhuis aangegeven dat ik volgende week ingeleid wil worden als de baby nog niet is. Want ze kreeg het er zwaar mee. Nou ja, dat kan, dat weet ik niet. Ik heb daar geen ervaring mee. Nou ja, het kindje is geboren. Ze hebben ook nog een lachcursus gedaan. Ze deden op zich wel mee. Maar dan komt Nienke, die komt op een gegeven moment komt die binnen met dus een mevrouw die wat meer informatie ging geven over het roken. En ik snap op zich wel dat je dan een beetje schrikt. Want dat komt in één keer zo je huis binnen. Maar ze gingen dus een soort test doen met poeder. En dan kon je uiteindelijk met een lamp zien wat je dus allemaal aanraakt na het roken. En ze was heel ongeïnteresseerd. Ze begon op haar telefoon te zitten. Wil eigenlijk helemaal niet meedoen met die test. Nou, uiteindelijk heeft ze het wel gedaan. Maar het kwam ook niet echt binnen. Dus het is uiteindelijk niet gelukt om te stoppen met roken. En toen uiteindelijk kreeg ze als laatste verrassing nog een nagel, dat ze hun nagels mocht gaan doen. En daar kreeg ze zelfs ook nog een cursusdag voor aangeboden, maar het enthousiasme spatte er niet vanaf. Dus ik vond het een beetje ondankbaar allemaal. Dus dat vond ik wel, dat ik een beetje dacht van ja, een beetje jammer, weet je wel, dat het gewoon dan zo ondankbaar is. Je krijgt eigenlijk zoveel aangeboden en dan, ja, doe je er eigenlijk een beetje op. De reactie, ja, ik weet niet, ik vond het gewoon niet heel enthousiast. Ik heb daarna eventjes gegamed nog even. Toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten en heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet even 1 nieuwe maken, daar was ik niet tevreden over. Dat kon bij mij best wel precies. Toen ben ik daarna mijn Netflix-serie gaan kijken en Videoland. En toen ben ik naar bed gegaan om een nieuw boek te starten. En ik moet zeggen, het was echt weer een boek wat ik niet kon wegleggen, waar ik gelijk lekker in zat. Niet zulke lange hoofdstukken, dat merkte ik bij mijn vorige boek. Die had echt heel veel hoofdstukken waar ik soms echt niet zo makkelijk doorheen kwam. Maar dit was echt zo'n lekker leesboek. Ik ga zo meteen eventjes een wasje aanzetten, de woonkamer doen. De katten krijgen dus wat lekkers en ik moet even de senseo ontkalken, want die geeft aan dat die ontkalkt moet worden. En dat moet ik eventjes doen, want ik begin het ook te proeven met de koffie. Dus dat ga ik even doen, dus ik ga jullie meenemen. Dus ik ga even muziek aanzetten, een wasje aandoen en dan ga ik even wat doen.
dierendag. Ja, ik weet het alweer. Het is natuurlijk weer die vreselijke verpakking. Ja, even wachten. Alsjeblieft. Mickey, voor jou komt hij eraan hoor. Kan je hem vinden? Heel goed. Fijne dierendag, vriendjes. Kauw jij wel, joh? Alsjeblieft. Dat was het. Zo, ik heb de ventilator hier ook even opgeruimd. Dus dat geeft ook gelijk weer een stukje rust. Dus dat vind ik zelf wel heel erg prettig zo. Zo. Klaar. De katjes hebben het lekker gegeten. Die hebben heerlijk gesmikkeld van hun stikjes. Dus dat was ook alweer een groot succes. Ik heb hier de woonkamer gewoon gedaan. Ik heb de ventilator eventjes uit elkaar gehaald van de woonkamer. Die heb ik helemaal schoongezogen en in de vuilniszak gedaan naar boven. Wat ik net al liet zien. Ik vind het echt gelijk weer een stukje rustgevender dat die daar nu weg is. Dus daar word ik zelf wel heel blij van. Ik denk niet dat ik hem nog nodig ga hebben. Kijk, en als het echt zo zou zijn, zou die ook zo weer beneden zijn. Maar ik ga er toch wel vanuit dat het nou wel een beetje klaar is. Dus ja, het geeft mij gelijk een stukje rust dat dat ding niet meer zo daar staat. Maar verder lekker gewoon alles gedaan. Even weer het oude papier bij elkaar geharkt. En ja, gewoon, het was gewoon wel eventjes lekker om bezig te zijn. Lekker met muziek eraan. Ik vind het zelf altijd wel fijn. Mijn was die draait nog. Dus als die straks klaar is, kan ik die ook verwerken. Ik denk dat er wel een deeltje in de droger kan. Dus dat is ook wel lekker. Ik heb een beetje last van hoesten, maar het wil niet echt doorzetten. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer het perfecte plaatje. Dat ga ik weer volgen. Dat betekent dat ik Beter Later Nooit heb opgenomen. Dat ga ik dan later even terugkijken. Want dat vind ik ook wel heel leuk om verder uit te volgen. Maar het perfecte plaatje duurt altijd 1,5 uur. En dan heb ik nooit zo zin om dat helemaal terug te kijken. Dus ik ga daar gewoon mee beginnen. En de kandidaten zagen er ook wel leuk uit die meededen. Ik ga denk ik nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. Als ik mijn vlog heb ingepland en mijn blogpost heb geschreven. Dan ga ik nog eventjes weer oogappels kijken. En daarna ga ik lekker verder met mijn boek lezen. En dan is het ook wel weer tijd om te gaan slapen. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel interessant. Op dit moment gaat mijn wasmachine even heel hard tekeer. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Deze... Donderdag, het is vandaag 5 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn haar weer een keer gedaan zoals ik het vroeger heel vaak deed. Maar het blijft niet meer zo goed zitten. Het lijkt wel of het nog zwaarder is geworden. Maar vroeger gebruikte ik ook echt zo'n klikklakknipje, zo'n hele grote. En die heb ik niet meer. Dus eigenlijk zou ik die nog weer een keer moeten zien weten te bemachtigen. Misschien via AliExpress of Temu. Want ik kom ze in de reguliere winkels eigenlijk nooit tegen. Dus ik heb nu gewoon zo'n... klemmetje erin zitten, maar het werkt toch minder goed. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. Ik moet zeggen, het was op zich wel een leuke start, maar ik moest er wel weer eventjes heel erg aan wennen. Ik denk toch, omdat het ook best wel veel is, dat ze het nu 2 keer per jaar doen. In de zomer hebben ze dan ook een editie. Het duurt vaak toch wel 1 week of 10. En ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken, maar het was nog niet dat ik meteen dacht van, oh, fantastisch. Ik ben er ook achter gekomen dat ze de apparatuur niet meer mogen houden. Dat was vroeger dus wel zo. Dan mochten ze de camera's en alles houden, maar dat is ook niet meer zo. Dus nou ja, op zich, dan kan het weer gebruikt worden voor de andere kandidaten. Maar ik denk, ja, tegen die tijd, als je een jaar verder bent, is die apparatuur ook weer verouderd misschien. Maar goed, ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog gaan inplannen, heb ik mijn blogpost geschreven. Ik had even die foto opnieuw gemaakt. Toen ben ik daarna een Netflix-serie gaan kijken en weer lekker oogappels, wat weer super leuk was. En toen heb ik
nog eventjes lekker mijn boek gelezen. Wat moeilijk weg te leggen is, wat ik al vertelde. En toen ben ik gaan slapen, omdat ik wist dat ik vandaag weer boodschappen moest doen. Dus ik ga zometeen ook de deur uit, want mijn coach is er om 1:30. Dus dat is mooi op tijd. Ik ga jullie nog wel eventjes meenemen. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ik moet nog even de koffiemelk van boven halen, want we zouden nog even wat uitzoeken. Hier zo als we terug waren, dus dan nemen we daar meestal even een kopje koffie bij. Dus dat is voor nu de planning, dus ik zie jullie dan gewoon weer als ik terug ben. Terug van het boodschappen doen, al een tijdje, want we moesten eventjes nog wat dingen regelen. Ik moest eventjes bij de verzekering nagaan hoe dat zit, eventueel met dat gebitsplaatje tegen het knarsje, wat de vergoeding daarvan is. En er werd wel aangeraden om dat volgend jaar te doen, om dan de verzekering iets op te hogen. Niet mee eten, jij niet doen. En ik moest even weten hoe dat zit met de vergoedingen voor de gebitsreiniging en zo. Nou, dat weet ik nu allemaal. Ik heb ook gelijk een afspraak gemaakt op 7 december. Daar wordt er nog een kaakoverzichtsfoto gemaakt. En dan kan ik dus naar de mondhygiëniste. Maar goed, ik zit hier voor de boodschappen natuurlijk. Die ga ik laten zien. We hebben in de aanbieding de boontjes. De schuit. Dubbel fris, die was in de aanbieding. Dus ik heb de appelperzik. Ik heb ook chocomel. Dat had iets met die dubbelfris te maken. Dan heb ik het sinaasappel mandarijn. Die vind ik zelf ook altijd echt super lekker. En appelzwarte bes. Dan hebben we Franse frietjes. Daar had ik hier een keer zo'n zin in. Dan was ik heel even bij de trekpleister, want ik zag dat ze hele fijne joggingsbroeken hadden. En het zijn gewoon van die broeken voor 's avonds. En dat zijn deze. Het zijn van die hele fijne broekjes met echt zo'n best wel vrij smal pijpje, zeg maar. Die gewoon lekker zitten in de avonds. Ik heb een zwarte genomen. Die zijn ook maar 5 euro per stuk. Die moet ik even wassen. Maar het zijn gewoon van die, weet je, vooral als het straks wat kouder wordt. Die kun je eventueel ook aan het slapen. En dan deze. Ik vond deze kleur ook wel heel lekker hoor, dat grijs zo. Dus ik dacht, dat is gewoon lekker. Er zit ook geen koord of zo in. Ik hoop wel dat die past, want ik heb een maat S en ze hebben niet kleine. Dus het gaat er meer om, zit die niet groot. Dan heb ik spekjes. Degene die ik altijd heb, die zijn allemaal op. Die waren op. Hamburgers. Chietjes. We zijn weer bij de goudranet geweest. En ik heb weer haricot verts gekocht. Dan heb ik speklapjes met zwoerd. Zo lekker. Slavinkjes, toetjes, dan heb ik mondwater, pekerfrietsaus, die was nu in de aanbieding, dus ik denk, nou neem ik er maar mee, want ja, dan heb ik hem gewoon weer, ik heb altijd de normale, en kattenvoer, dan was ik eventjes, oh ja, ik had nog wat, ik heb zo'n bakje gekocht nog bij de Zeeman. Die vind ik gewoon heel erg handig. Daar wil ik eigenlijk wat sleutelhangertjes in doen. Die ik dus wel eens heb gekocht bij mijn magneten of zo. Dat vind ik leuk. Dan kan het mooi weer opgeborgen worden. En zo'n bakje, daar kun je dus kwasten in doen. Dat leek me gewoon heel handig. Als je eens een keer mee moet nemen. Dus die. Oh ja, dat was even bij de terstal. Daar heb ik sokken gehad. Oh nee, wacht. Ik heb nog meer. Jongens. Ik vergeet het helemaal. Ik was dus even bij de terstal. Daar heb ik wat leuke sokken gehaald. Maar ik was dus nu ook zo'n lid geworden van zo'n kaart. En toen kreeg ik nog een gratis shopper erbij, omdat ik dus lid was. Ik heb sokken. Ik heb funny socks met hele leuke tasjes. Vind ik gewoon leuk. Konijntjes, ook zo schattig. Kopjes koffie. Ik hou van koffie. En lipjes. Dus die vond ik super leuk.
Die kunnen jullie in de la. En bij trekpleister heb ik even Nivea handcreme. Want ik had natuurlijk vorige week die crème gehaald voor mijn eczeem. Toen zei ze, ja, je mag het wel combineren met Nivea. Maar die had ik niet. Die en even een nieuwe concealer. En ik heb weer de Camouflage Hilti Glow. Die was net zo goedkoop als die andere. Ik vond die andere zo snel op. Dus dit is alles wat ik heb gekocht. Ik ga eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. En Ajax kijken. Want Ajax is om 6:45 al. Dus dat wil ik natuurlijk zien. Het zal wel niks worden. Maar we gaan weer een poging wagen. Goede tijden kijken. Vanavond heb je weer de Big Bang. Daar heb ik heel veel zin in. En ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik mijn Netflix serie kijken. En Videoland. En dan ga ik lekker mijn boek verder lezen. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu niks meer doen dan opruimen en de camera te opladen leggen. Want die is wel zo goed als leeg. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 6 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video voor jullie opgenomen. Dus dat is allemaal alweer gelukt. Dus dat is wel lekker. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar de Big Bang. Dat was wel heel erg leuk. Ik moest alleen even wennen, want Stefano Keizers die had zijn naam ineens veranderd. Ik dacht, hoe heet je nu dan? Donnie Ronnie of zoiets? Nou, dat had ik niet verwacht, maar hij was wel heel komisch. De Roelvinkjes deden ook mee. Ja, ik moet zeggen wat ik heel erg jammer vind. Hun zijn altijd best wel heel erg van schelden. En dan vooral Dave, weet je wel. Hij kreeg water over zich heen. Nou, er kwamen een partij woorden uit waarvan ik denk, nou, vind ik ook niet echt een heel goed voorbeeld voor je zoontje. Vind ik ook niet nodig, want het is alleen water. Oké, je kan schrikken van water. Ik zou ook niet heel blij worden als ik water over me heen kreeg. Maar ik ga dan niet de hele boel bij elkaar schelden. En dat doet hij dan wel. En ik weet dan ook niet of dat het voor de show is of dat hij dit echt doet. Vond ik een minpuntje. Maar verder heb ik er wel weer heel erg van genoten. Vond ik het heel erg leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik foto's gaan bewerken. Dat is allemaal gelukt. En daarna ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. En nog even Videoland. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat was allemaal wel heel, heel fijn zo. Dus dat was allemaal wel prima. Ik heb nu eigenlijk niet zo heel veel op de planning. Ik heb namelijk de voorkant van bij de voorkant heb ik helemaal schoongemaakt. En daar ga ik jullie eventjes in meenemen. Want dat heb ik dus van de week even gedaan. Dat wil ik jullie heel graag laten zien. En dan kunnen jullie ook het eindresultaat zien hoe het er dan uitziet. En ik ga dan nog eventjes zometeen het beeld van mijn moeder erbij zetten. Die leuke genomen. Die ga ik even een plekje geven. Want nu is het allemaal schoon. Dus nu kan het. Misschien dat ik nog even alvast de radiatoren ga schoonmaken met schoonmaakspul. Maar dan moet ik even kijken, want dan wil ik ze eigenlijk ook snel even in de primer zetten. Maar ik moet even kijken hoe alles loopt of ik ga eventjes boven wat doen. Dus ik moet eventjes kijken en ik denk dat ik nog even zo'n plaat wil maken voor mijn kleurpotloden. Dan kan ik alles een beetje gaan opruimen. Ik ga eerst nu eventjes de boel van de make-up hiernaast me opruimen. De boodschappen moeten nog naar boven. En ik moet eigenlijk nog eventjes die joggingsbroeken passen van de Zeeman, zodat ik weet of dat ze passen, want dan zouden ze gewassen kunnen worden. Want ik ben een beetje bang dat ik misschien beter een XS had kunnen nemen, maar die hebben ze niet. Dus dat kan ik zo ook wel even doen, dan weet ik dat ook. Dus ik ga jullie meenemen sowieso dus bij de voordeur schoonmaken. Dan kunnen jullie ook wel even zien hoe dat er netjes uitziet, want het was heel erg. Ik heb alleen niet de voorbeelden hoe het eruit zag, want ik had het idee dat er al wat beestjes weg waren. Dus ik ga jullie gewoon meenemen, want anders wordt het een heel rommelig verhaal zo.
zo ziet het er dan uit. Het is helemaal schoon. Ik heb er ook chloor erheen gedaan. En ja, het is gewoon allemaal lekker schoon. Alle beestjes zijn weg. Dat is wel fijn. Hier en daar zie ik nog wel iets doods. Daar zit bijvoorbeeld nog een dode spin, maar die kreeg ik niet weg. Dus die moet ik eigenlijk nog even weghalen. En zo ziet dan ook eruit als die kabouter er staat. Ik maak alles wel vast met touwtjes, zodat mensen het ook niet mee kunnen nemen. En dat het ook niet zo snel omvalt. Zou het vallen, dan zit het in ieder geval nog vast. Maar ik vind het wel heel leuk staan. Dan heb ik dus nu dat konijntje zit dus nu daar beneden. Want die stond eerst er bovenop. Maar zo vind ik hem wel heel erg leuk. Zo, ik heb even een van de joggingsbroeken aan. Dit is de zwarte. Ja, hij zit dan wat wijd uitlopende, zeg maar. Bij mijn benen zit hij wel wat groot. Maar bij mijn buik zit hij eigenlijk prima. Ik heb wel van mijn eigen broek eronder aan. Dus dat ziet er een beetje gek uit. Ik had gezin om die weer uit te trekken. Dat is die. Ik zal ook even die grijze aandoen. En dit is dan die grijze. Het zijn wel van die lekkere broeken voor thuis. Maar ze zitten eigenlijk prima. Ik vind ze echt goed passen. Dus ja, gelukkig dat ze passen. Ik had ook geen XS hoeven hebben. Was er ook niet. Maar het is fijn dat ze goed zitten. Dus ja, lekker om 's avonds mee op de bank te zitten. Katjes hebben net een eten opgegeten. Ik was iets minder productief dan ik had gehoopt. Nee, ik heb boven wel even wat opgeruimd, maar ik ben niet meer aan die verwarming begonnen. Dat moet ik nog wel eventjes gaan doen, maar ik merkte toch dat, ja, niet zoveel zin had. En ik denk als je het eigenlijk met tegenzin gaat doen, dan gaat het toch niet goed. Dus ik heb ervoor gekozen om het maar eventjes te laten. Misschien morgen, maar ik moet eventjes kijken hoe en wat. Ik heb in ieder geval boven even wat opgeruimd, wat boodschappen geordend, wat kleren in de kast, want ik heb nu volgens mij alle zomerkleren die ik heb aangehad wel weer gewassen, zeg maar. Dus ja, die ga je nu toch niet meer dragen, want ik ga er niet echt vanuit dat de temperaturen nog omhoog gaan. Wat heb ik verder gedaan? Nog eventjes zo'n lijst gemaakt voor de potloden. Die moet ik dan alleen nog gummen, maar dan kon dat doosje kan ook weer bij de potloden stash in. Dus dat is ook wel fijn. En zo ruimt het allemaal wel een beetje op. Het gaat heel rustig aan, maar ik ben in ieder geval blij wel met hoe ver ik ben gekomen. Ik heb net de katten lekker gevoed, dus dat is ook weer goed gegaan. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond is het weer tijd voor Flikker Rotterdam. En dat vind ik altijd wel heel leuk. Daar kan ik wel van genieten. Dus daar heb ik wel zin in. Verder denk ik nog even een spel doen. Dan ga ik de video editen voor morgen. Mijn blogpost schrijven. Verder met mijn Netflix serie. Volgens mij heb ik morgen de laatste aflevering. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ga ik CMC kijken. En dan ga ik naar bed om lekker mijn boek verder te lezen. De kans is aanwezig dat die uitgelezen wordt. Want ik ging hier echt als een malle doorheen. Maar dat moet ik nog eventjes zien hoe dat verder afloopt. Mijn vermoeden klopte wel in het boek. Dat is dan wel weer grappig. Dus ja, dat wordt het eigenlijk ook. Ik merk ook gewoon dat ik, ja, beetje moe ben. Ik heb een beetje nageslapen, nagedroomd. En ja, dat breekt me gewoon altijd een beetje op. Dus ik denk dat daarom de energie ook wat lager was vandaag. Maar dat komt morgen vast weer goed. Morgen weer een nieuwe dag, denk ik dan maar. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 7 oktober. Ik ben klaargemaakt. En ik ben dus momenteel die collectie van Catrice aan het uittesten. Daar heb ik gisteren dus een video over opgenomen. Die komt aanstaande dinsdag online. Dus als deze vlog online komt, staat die al online. Maar ik heb die lipglaze op. En het resultaat is heel erg mooi. Ze zijn zo vies. Er zit een heel raar vies geurtje aan. En dat die smaak die komt een beetje in je mond als je hem aanbrengt. Het is zo vies. Waardoor ik het altijd heel lastig vind om dan een mening te vormen. Want ja, het resultaat is heel mooi, maar het is heel vies. Het ruikt heel naar. Ik heb mijn nagellak er nog op, die moeten nog af. Ik heb gisteren mijn roostertjes dicht gedaan. Ik heb zeg maar in huis boven mijn ramen, alleen in de gang niet, heb ik roostertjes zitten. En die heb ik eigenlijk normaal gesproken in de zomer ook altijd openstaan. Ze zeggen ook altijd, het is heel goed dat er frisse lucht binnenkomt van buiten. Dat is goed voor de regulatie, hè, met je zuurstof en nou ja, maak er allemaal maar wat moois van. Maar ik merkte dat het zo koud werd in huis,
dat ik ze dicht heb gedaan. Het werd echt super koud. Vooral op de laatste dagen heeft het best wel hard gewaaid. Was het echt van dat lekkere herfstweer waarin de wind lekker tekeer ging. Maar het kwam allemaal naar binnen en het was echt heel koud. En ook geurtjes komen naar binnen. De tijd komt weer aan dat mensen misschien een allesbrander hebben. En die gaan ze weer aandoen. Hè? Mooi alternatief voor de verwarming dan, als je dat hebt. Maar ja, ook die geuren komen straks allemaal in huis. En ik heb ook zoiets, weet je, als ik het hierdoor toch weer wat behagelijker krijg in huis, dan hoef ik de verwarming gewoon nog niet aan te doen. Want ik ben gewoon nog niet, ja, ik ben wel weer van plan om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Ik heb altijd als doel, zodra mijn thermostaat in huis 15, 16 graden aangeeft, mag die aan. Eerder niet. En op dat moment zitten we nog lang niet. Maar ik heb ze in ieder geval dicht gedaan. Ondanks dat ik weet dat het beter is om ze open te houden. Maar ik ga niet in de kou zitten. Oké, al doe ik dat wel door geen verwarming aan te doen. Maar nou ja, ik hoop in ieder geval dat je snapt wat ik bedoel. Gisteravond heb ik gekeken naar Flikker Rotterdam. Was weer echt een super mooie aflevering. Daar heb ik weer echt van genoten. Het is ook heel spannend, want er zit dus blijkbaar een mol in het team. Die dus informatie doorspeelt. En dat wordt nu onderzocht. En ik heb zelf wel een vermoeden wie dat zou kunnen zijn. Maar dat zul je waarschijnlijk pas aan het einde van het seizoen horen. Of misschien pas eventueel in een volgend seizoen als die zou komen. Want het is volgens mij nog niet aangekondigd. Maar ik ben wel heel benieuwd wie dat is. Maar het was gewoon wel weer mooi om naar te kijken. Ik heb nog even een game gedaan. Toen ben ik de video gaan editen en dat was een beetje vervelend, want ik had hem dus klaar en ik had hem opgeslagen. Ik had hem geëxporteerd. Toen ging ik hem even nalopen, toen viel het geluid weer weg. Nou, dat heb ik de laatste tijd een paar keer gehad al. Blijkt dus dat het volgens mij iets is in de laptop. Ik weet niet precies wat het is. Toen heb ik het nog een keer, wilde ik het doen, opslaan. En toen was die hele video verdwenen. Kon ik hem weer helemaal opnieuw in elkaar zetten. Nou, toen heb ik hem weer opgeslagen. Toen is dat uiteindelijk wel goed gegaan. Toen deed het geluid het gewoon gelukkig. En ik heb even mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix vanavond, de laatste aflevering. Dus ik ben heel benieuwd. Daarna ben ik CMC gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Ik heb hem nog niet uit, maar misschien vanavond en anders morgen. Dus dat was verder wel de avond, dus dikke prima. De kwasten moeten gewassen worden weer. Dus dat ga ik zo ook eventjes lekker doen, want die zijn wel weer goed vuil. Dus vind ik altijd wel heel fijn om die weer lekker te wassen. Moet eventjes nieuwe handschoentjes van boven halen, want in mijn huidige handschoentjes zit een gat. Nou, daar kan je niks mee, dan komt al het water naar binnen. En ik ga nog even in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Ik heb alles weer gedaan. Ik ben best wel druk geweest. Lekker even wat dingen gedaan. De kwasten zijn in ieder geval weer schoon. Die liggen al lekker te drogen. Ik heb mijn blog en YouTube boek voor een heel groot deel bijgewerkt. Ik ben al even bezig geweest met die verwarmingen. Maar dat laat ik de volgende vlog even zien. Want dan ga ik ze ook echt daadwerkelijk verven. Maar ik ben eigenlijk wel heel enthousiast over hoe het er nu al bij zit. Maar dat gaan jullie dus allemaal nog zien. Wanneer heb ik dat in ieder geval klaar? Alleen die lucht die hangt er nog een beetje, omdat je dat een beetje ruikt. Maar ik heb wel de boel open gehad om te luchten, maar ik denk dat het straks wel echt trekt. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel lekker. Nu ga ik straks eventjes de nagellak eraf halen, want die zit er nog een beetje op. Ik heb hier en daar wat primerspetters op mijn hand. Dus die ga ik ook even lekker afwassen. Maar het was wel eventjes heel fijn om zo bezig te zijn. En gelijk ook weer even een grote slag kunnen slaan met mijn blog en YouTube boek. Dus dat was wel lekker. Eigenlijk vond ik het best wel zo'n lekker middagje. Met toch wel productief geweest, maar ook wel gewoon lekker op mijn eigen tempo, zeg maar. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten.
Vanavond heb je weer de Alles Kunnen Vips en Ik Hou van Holland. Dus dat ga ik kijken. Ik denk nog even lekker bezig gaan met mijn dierenspelletje. Want ik hoop nu ook wat andere dieren te ontmoeten. Ik heb nu alleen een puppy. En daar kan je dan mee lopen. Dat is allemaal heel leuk. Dus ik hoop eigenlijk ook dat ik een poesje tegen ga komen. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte alvast in elkaar zetten. Ga ik de laatste aflevering kijken van de Netflix-serie waar ik heel veel zin in heb. Omdat ik heel nieuwsgierig ben hoe het afloopt. Dan ga ik nog even CMC kijken en dan ook hopelijk mijn boek uitlezen. Dus dat wordt verder ook mijn avond, dus niet heel bijzonder. Maar nu in ieder geval eventjes lekker in die relax-modus. Want ik heb een klein beetje hoofdpijn van de geur gekregen. Maar dat komt wel weer goed. Dus gewoon eventjes lekker in de relax-modus. En dan zie ik jullie gewoon bij deze morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 8 oktober en ik zit weer klaar in mijn Ajax-shirt. Ajax gaat zo aftrappen tegen AZ. Ik heb gezien dat Louis van Gaal erbij is samen met zijn vrouw, dus ik ben heel benieuwd. Ik denk niet dat het de vraag is of we gaan verliezen, maar eerder met hoeveel. Maar dat gaan we wel zien. Ik ga even anders zitten, want ik zit echt met mijn gezicht in de zon. Ik heb lange mouwen onder mijn shirt nu, want ik vind het toch wel een beetje fris. 8 oktober betekent ook dat het vandaag alweer 2 maanden geleden is dat mijn opa overleed. Dat is wel echt bizar hoor, dat het allemaal zo snel gaat. Een maand geleden was ik jarig en 2 maanden geleden overleed opa op deze 8 augustus. Dat is ja, toch wel gek als je daarover nadenkt. Ik heb gisteren gekeken naar de Alles Kunnen Vips en Ik Hou van Holland. Was wel weer leuk. Daarna heb ik eventjes nog eventjes mijn game gedaan. Ik heb nog geen andere dierenvriendjes ontmoet. Dus ik ga even kijken hoe ik dat eventueel kan doen. Want ik heb nu nog maar alleen maar 1 hondje. En ik wil ook graag een poesje erbij. Verder heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dat ging eigenlijk allemaal wel. Daarna heb ik de Netflix-serie uitgekeken. Heel bijzonder einde. Ook wel spannend. Eigenlijk ook een beetje open. Dus er zou eventueel nog wel een vervolg op kunnen komen, denk ik. En daarna heb ik gekeken naar CMC en toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik mijn boek uitgelezen en daarna ben ik alvast met een ander boek gestart. Maar ik weet nog niet of ik die net zo leuk vind, maar dan moet ik maar eventjes kijken. Ik denk dat ik er iets anders van had verwacht toen ik de titel las, maar ik heb nog maar heel even gelezen. Dus ik geef het in ieder geval nog wel een kans. Ik ben eigenlijk nog nooit afgehaakt bij een boek. Ik ga nu eventjes Ajax kijken. Ik ga wel even stofzuigen en de bakken doen en de groenten afhalen. En dan daarna maar eens eventjes foto's maken. Dus die zal ik straks nog even laten zien. Maar nu maar eens even kijken hoe Ajax het ervan afbrengt vandaag. We staan inmiddels met 1-0 achter, maar ik heb even de fotospullen gepakt om te gaan fotograferen. Dus ik zal het jullie even laten zien. Ik heb hier allereerst het feestpaletten van Fortnite. Waar ik dus een review over ga schrijven. Dan heb ik hier een product voor de wenkbrauwen. Dit is de brouwstick. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Wat die gaat doen. En de 2 oogschaduwpaletten van de Lion King. Want die ga ik nog eventjes fotograferen. Deze stickertjes er eventjes afhalen. Want anders ziet het er niet mooi uit. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Oké, de wedstrijd is zojuist afgelopen en we hebben wederom verloren. Had ik natuurlijk al wel een beetje verwacht, had ik al een beetje gezegd ook. Het is 1-2 geworden, sorry, want we speelden thuis. Dus Ajax wist het tweede doelpunt niet meer te maken om gelijk te trekken. En ik ben nou toch wel eens heel benieuwd wat we nu met de trainer gaan doen. Alleen, er lopen ook spelers rond die gewoon niet op elkaar ingespeeld zijn. Het is gewoon triest dat je soms naar die wedstrijd zit te kijken en dat je afvraagt wie die spelers zijn. Dat je ze niet kent en die directeur die er heel even heeft gezeten, die heeft zoveel mensen aangekocht voor weet ik hoeveel geld en het werkt gewoon niet. Dus inmiddels is die man wel weg, maar je zit wel met die spelers. Dus het was weer een heel triest spel om te zien. Maar ja, goed. Ik ga zo in ieder geval mijn shirtje weer eventjes uitdoen. Ik lag zo een beetje half op de bank te kijken. Het was op zich wel... Ik zat er wel lekker naar te kijken. Ik had wel een goede stream, dus dat was op zich wel lekker. De foto's zijn gemaakt, dus dat is fijn. De lampen koelen nog af, dan kan ik dat straks opruimen. Katjes hebben ook lekker gegeten. Nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond, je hebt geen miljoenenjacht meer. Maar het programma wat komt is een soort ter land en zee in de lucht. Ja, ik heb niet zo heel veel zin om naar te kijken. Dus ik ga gewoon eventjes kijken naar Hudson en Rex. Het
Daar loop ik ook onwijs meer achter inmiddels. Dus dat ga ik even kijken. Daarna wel even het roer rond. Dat vind ik wel altijd heel mooi. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. En ook een nieuwe serie op Videoland. Dus even kijken wat er nog op staat, wat ik leuk vind. En dan ga ik nog even verder mijn boek lezen. En dan ga ik ook lekker slapen. Dus dat wordt ook een beetje de avond. Maar je wordt een beetje... Ik ben natuurlijk niet gewend om normaal gesproken echt wel een poosje op de bank te hangen. Dat heb ik nu, toen de foto's klaar had, ben ik dat wel gaan doen. En dan word je toch eigenlijk een beetje duf van, als je dat niet gewend bent. Maar goed, soms is het ook wel een keer nodig. Ik ga eventjes mijn shirtje verwisselen en mijn dingen doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 9 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker een warmere trui aan, want ik had het gewoon een beetje koud. Het regent ook een beetje. Momenteel is het wel weer eventjes droog. Maar ja, het is gewoon een dagje waarvan ik denk, ja, ik vind het lekker. Gisteravond heb ik gekeken naar Hudson en Rex. Het was weer een spannende uitzending. Ik vind het gewoon echt een hele goede serie. En ja, ook wel mede doordat die hond erin zit, vind ik dat gewoon fantastisch. Dus dat was heel leuk. Daarna heb ik eventjes het roer omgekeken. Was ook wel leuk. Was de laatste aflevering. Volgende week begint Alberto Stegeman weer. Vind ik ook altijd heel mooi. Ik heb mijn nagels gedaan. Dat is dat lakje van Catrice. En zoals je naar kijkt, zie je heel erg mijn eigen nagels erdoorheen. En heel soms heeft hij dus een roze gloed erin. Ik zal hem er eventjes bij pakken, want ik heb hem hier. Het is dus deze. En deze heeft de naam Cyber Beauty en is C02. Hele mooie nagellak. Daarna heb ik eventjes mijn foto's bewerkt. Ik heb ook nog even een spel gedaan. Ik was al even begonnen met een thumbnail voor de video van morgen. Maar dat ging niet zo heel erg lekker. Liep niet helemaal goed. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog niet zo lekker in zat. Het is een miniserie van 6 afleveringen, wat op zich prima is. Maar het is al niet dat ik zeg van, yes, dit gaat hem zijn. Ik ga het vanavond gewoon weer kijken. En misschien dat ik het dan meer begrijp. Het gaat er eigenlijk over. Er is één drugsbaron en daar zijn dus 2 agenten naar op zoek. Maar ze wonen allebei in een totaal ander land. En dat maakte het een beetje verwarrend. Maar ik ga het nog wel een kans geven. Daarna heb ik een Videoland-serie gekeken. Dat is een Vlaamse serie, maar daar ben ik eventjes de naam van kwijt. Maar dat ging over een vrouw die ging scheiden en die probeert nu haar leven in haar eentje op te bouwen met haar 2 kinderen. Op zich zat er ook wel humor in. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Ja, die heb ik vanavond wel uit, want het was eigenlijk een beetje een dun boek. Maar het is niet zo'n boek waarvan ik denk, me heel erg heeft aangesproken. Dat heb ik soms ook. Dus dat. Ik ga nu eventjes aan de gang, dus ik ga jullie meenemen. Het is weer tijd om de kat te bakken, de gang, de douche, alles te doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ja, ik ga daar nu eventjes mee aan de gang. Dus zoals ik zeg, ik neem jullie vandaag gewoon weer mee. Niet neergelegd, maar ik dacht, ja, nu het gewoon weer herfst is, kan die er wel weer lekker liggen. En ook wel lekker om nu je voet aan af te vegen als het regent natuurlijk. Kom je niet met van die
ja, hele natte voeten binnen. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat hij er weer ligt. Zo, helemaal klaar. Lekker weer. Het ging eigenlijk allemaal best wel vlot. Wasmachine leeggehaald. Er viel me eigenlijk wel mee wat eruit kwam. Het was niet eens heel veel. Er komt altijd wel zo'n stinkgeur uit. Maar het was niet eens overdreven veel water. En alleen een beetje stof. Dus het viel me eigenlijk reuze mee. Dat is wel lastig als die in de keuken staat. Omdat het niet op je laminaat moet komen. Maar ik had het wel goed opgelost om die bak schuin te houden. Dus toen liep het er mooi in. En met een handdoek eronder. En toen had ik eigenlijk bijna geen vocht. Dus dat was wel heel lekker. Eigenlijk zou ik hem ook nog even leeg willen draaien van de week. Dat al die bacteriën doodgaan. Ik moet even kijken wat ik daar het beste voor kan gebruiken. Of je dat met soda moet doen. Of toch beter met azijn. Dan moet ik even op Google opzoeken. Nou, gang lekker schoon. Blij dat de mat er weer ligt. De douche lekker gedaan. Alleen het ene rek staat nog niet helemaal op zijn plek. Maar dat laat ik nu even zo. Omdat ik hem van het weekend eventjes die radiator echt af ga spuiten met verf. Dus dan laat ik hem even zo staan. Maar ik ben wel weer tevreden. Ik ga nu in ieder geval zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon Goede Tijden in Chateau Meiland. Daarna nog even kijken, maar dan ga ik de video in elkaar zetten en de blogpost schrijven. En even die thumbnail afmaken. Maar het kan ook zijn dat ik dat in de reclames tussendoor al eventjes doe. Verder ga ik toch even nog de Netflix-serie een kans geven als ik alles gedaan heb. En eventjes die Videoland-serie weer kijken. En dan ga ik mijn bed en ik denk dat boek uitlezen. En misschien nog wel met een nieuwe starten. Dus dat wordt verder dan ook wel de planning. Dus niet heel bijzonder of zo. Maar nou ja, ik vind het prima. Ik ga de camera eventjes opladen, want de batterij is bijna leeg. En ook even dat klepje er weer voor hangen, want die was er weer af. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker in de relax-modus. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 10 oktober. Ik ben klaargemaakt. Op dit moment is Mickey de kattenbak onveilig aan het maken. Altijd zo'n lekker geluid op de achtergrond. Maar daar doe ik niet zo heel veel aan. Dus ook altijd het idee dat ze dat ook willen doen als ik een video aan het opnemen ben. En aangezien ik straks dus ga filmen, kan het wel weer eens heel vervelend worden. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Chateau Meiland. Ze hadden daar een fandag. Ja, het was een fandag. Die was dan georganiseerd door een fan van hun. Maar mensen moesten daar dus ook een kaartje voor kopen. En normaal gesproken volgens mij zijn fandagen wel gratis. Maar goed, ze moesten daar een kaartje voor kopen. En op een gegeven moment waren er dus nog heel veel mensen niet op de foto geweest. En toen was het eigenlijk tijd om te vertrekken. Toen hebben ze er maar een groepsfoto van gemaakt. Heel veel mensen waren boos. Ik ging niet echt van een leien dakje. Ik weet niet of ze het snel weer zouden doen. Toen ben ik nog even een spelletje gaan spelen en heb ik mijn video in elkaar gezet. De thumbnail gemaakt, het was nog even een dingetje, maar ging uiteindelijk wel. Een blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie, wat op zich wel weer, kwam er nu wel iets beter in. Ik heb nog steeds wel veel vragen, maar ja, het is op zich wel, ik ga hem wel uitkijken. Ik twijfelde gisteren nog heel erg of dat ik hem uit zou kijken. Maar ik ben dan ook geen afhaker. En ik ben inmiddels eigenlijk ook wel heel benieuwd wie er nou achter... Wie nou die man is die ze zoeken. Omdat ze er geen gezicht bij hebben. Dus ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd. Daarna heb ik nog weer eventjes de net videolancering gekeken. Volgens mij heet die Zie Mij Graag. Ja, het is dus een Vlaamse serie, maar het is ook wel heel komisch. Het zijn ook maar afleveringetjes van een half uurtje. En ja, ik moet er af en toe best wel om lachen. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ik kan vanavond ook weer een nieuw boek starten. En dat vind ik op zich ook wel fijn. Ik vond het niet een fantastisch boek. Dus dat. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik even kijken wat die kat allemaal in die bak heeft gedaan. Want dat kan ik er een mooi uit scheppen. Of die kat, dat klinkt niet zo leuk. Mickey bedoel ik dus. En, oh, ze is eruit. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik de video opnemen. En daarna nog eventjes duim met Peter in doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga jullie meenemen.
ben weer klaar. Ging eigenlijk allemaal best wel vlot. Video opnemen ging wel goed. Daarna heb ik nog even wat dingetjes opgeruimd. Dat ging ook wel lekker. Toen ben ik even aan de diamond painting verder gegaan. En ja, dat was eigenlijk ook wel fijn. Gewoon even lekker bezig geweest. Ik kan er nog steeds wel heel erg van genieten. Het geeft een soort van ontspanning, vind ik. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon allemaal wel heel prettig. Ik wil dan eigenlijk van het weekend proberen ook weer eventjes boven verder te gaan. Want je hebt nu zondag ook geen voetbal. Want het Nederlands elftal moet deze week. Dus kan ik dan mooi eventjes mee verder. Net alles opgeruimd. Kartjes hebben net lekker gegeten. Dus dat is ook weer helemaal prima. Dus dan kan ik zo eventjes lekker in de relax-modus. Want daar heb ik wel even zin in. Ik ben een beetje... hoe moet ik het zeggen? Een beetje inkakkertje, zeg maar. Maar dat komt wel weer goed. Oh ja, ik moet nog even een kuppensoepje halen. Want ik kan nog even een kuppensoepje nemen. Die moet ik even van boven pakken. Vanavond ga ik Goeie Tijden kijken. En er begint een nieuw seizoen van Ewout. Die loopt mee met Politie Rotterdam. Vind ik altijd wel heel interessant. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met de Netflix-serie. En daarna nog wel eventjes met de serie op Videoland. Dan ga ik naar bed om een nieuw boek uit te zoeken. En dat wordt het eigenlijk ook wel. Dus niet een hele spannende avond. Maar ik ben wel heel benieuwd naar het nieuwe seizoen van Politie Rotterdam. Dus het kan best heftig worden. Want ik hoorde ook dat ze dus ook nog bij de opnames erbij zijn geweest met wat er in Rotterdam is gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel heel heftig. Al zullen ze dat natuurlijk niet... Ja, je weet niet hoe ze dat gaan laten zien. Maar het is altijd wel... Mensen worden niet herkenbaar in beeld gebracht. Dus dat scheelt altijd wel. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een ronde rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!